Hi everybody, this is Roger Taylor from Queen. I'd like to welcome you to This Is The Day on Radio 1. Stay tuned. Roger Taylor heeft na 15 jaar een nieuw soloalbum uitgebracht, Fun on Earth. De drummer van Queen, die ook zingt, is bekend van de hits. All we hear is Radio Gaga. It's a kind of magic. Dit is de dag, mocht exclusief Roger Taylor interviewen over zijn nieuwe album, de opnieuw gevonden vocals van Freddie Mercury, waar gitarist Brian May aan sleutelt, en eindelijk komt die Queen-film uit in 2015. Toch? That should have been a good take. Good morning, Louis. Hello, Roger. Ik vroeg hem waarom zoveel solowerk naast Queen. I love music and I enjoy working, I guess. And in Queen we had certain periods of inactivity. For me it was a wonderful way of having a kind of freedom of expression. Roger Taylor houdt simpelweg van muziek en het maken ervan. Tijdens niet-productieve Queen-periodes was dit een mooie kans om zich toch te uiten. De nieuwe soloplaat van Taylor kent vele stijlen. Maar wat is nu typisch de sound van een Britse rockicoon? But if I was to generalize my sound, I would say I'd like a big, fat, deep sound. A natural sound. Something that doesn't sound like a drum machine. De drummer wil zijn geluid zo natuurlijk mogelijk laten klinken. Het geluid van een drumcomputer? Nee, dat liever niet. Roger, what did you do? We hoorden net even zanger Freddie Mercury, die helaas niet meer onder ons is, maar er zijn door Brian May weer opnieuw gevonden vocals. There are some tracks and Brian is particularly working there. There will be released, but not as an album of new material. You know, there'll be some new and some old, I think. Yeah. We'll see if we can make them good. Taylor vertelt dat ze het beste proberen te maken van het materiaal, maar een nieuw Queen album wordt het niet. Het zal bestaan uit oude en nieuwe tracks gecombineerd met het materiaal van Mercury. En nu even over de Queen-film. 2015. Gaan we dat halen? Na de vele tegenslag? The film is all completely on track. We've had a lot of ducks in a row. We have the director, we have the star, and we think we have a good working script now. They should finish shooting the movie by autumn, this coming year, 14. And it should definitely be out 15. In het najaar van 2014 zullen de opnames zijn. De regisseur is gevonden, de juiste hoofdrolspeler en dit samen met een goed werkend script moet 2015 lukken om de film in de bioscoop te krijgen. We hadden het net over de soloplaat van Roger Taylor, Fun on Earth, en voor ons kondigt hij zijn eigen favoriete track aan van het album. My name is Roger Taylor, played for Queen, but this is from my new solo album, Fun on Earth. It's called Fight Club. In our birth, a boy or a girl, no clue to your worth. They give you a church, they tell. Join the fight club.